Tweede paal natuurlijk. Maar dat zijn de gevaarlijke momenten van elke maatschappij. Het kan duur. Door een DVS-verdediger. Die van Stefan Deuling. Harry Fort. Slim, mooi. Mooi. Dan zet ik verder buiten. Dat was bijna op zijn hoofd. Maar ik heb te weinig kracht. Verdedigend heeft Harkemaasje Bos de zaken prima onder controle, maar deze paas die komt redelijk aan. Stef Nijland. Ja. Hij is gewend om de bal vanaf 30 meter te doen in te plaatsen. Dit was te dichtbij. Aanbal in de richting van Jan de Pier. Hai! Reiners, maar met zijn voeten, daar kan hij ook mee spreken. Met voet op, DVS Dijkstra. Met zijn hand, heel goed gezien schrijft hij met zijn lichaam. Prachtige paas. Romeon. Hij gaat de bal niet goed mee. Maar hij geeft niet op. Prima. Stef Nijland. Heel goed gespeeld daar. DVS. Nicky van Hilton. Nu. Ja! Geweldig aanval. DVS 33. Maar een punt van mij. Niet in van lopen. Op die voorzet. Mooie beweging. Aguna, dat kennen we nog van Draxler-Hoks. Oh, ja, mislukt balletje van Ben Moussa. Ja, daar kun je maar een oude spanning nemen. Goed verdedigd daar Stijn Schipper. Tijdens de kun je toch nog proberen op de knieën te schieten. Wel bij Nigel Hardenberg. Nu Bijmers. Kijk, hij is ook nog slim. Ja, het is niet alleen maar opkrachten. De reactie van Bijmers loopt er ook niet op. Ik dacht niet dat het daar was. Goed, weggekopt. Maar wederom ingebracht. Slot. Ja, slim. Goeie actie. Ja. Dat had zomaar de 1-1 kunnen betekenen. Goede poging. Ja, door, maar Aguna kan wegwerken. Ho, natuurlijk. Stef Nijland, snel van om. Kijk, aardige poging, maar vanuit buitenspelpositie was toch net iets te veel tijd nodig. Nicky van Hilton. Nicky van Hilton. Jammer. Goed gevoetbald. Nicky. Dan zie je ooit een doelpunt vallen uit een corner bij DVS. Vaak niet.
Ook nu niet. Ja, nog steeds. Balbezit. Nicky van Hilton. Komt die bal daar? Hoog. En ja! Ja! Kip van den Berg! Kip van den Berg! Eindelijk! Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Succesvol met zijn hoofd. Kippy! Tweede week, CV. Lukte het niet met zijn hoofd. Nu wel. 2-0 voor Davies. Die is net overdreven. Jammer, jammer, jammer. En nu een gevaarlijke counter, denk ik, van Harke Maasterboys. Komt ongetwijfeld een schot. Geen schot, moet ik zeggen. Sven Hazewinkel. Die deed dat goed. Maar niet zuiver genoeg. Champions League niveau bezig geweest. Weer een verre ingooi. Tim van den Berg. Onvervangbaar wat zijn topvermogen betreft. Ja, die slot. Slot, moet ik zeggen. Daar niet Daan Huiskamp de bal knap los. Wederom, Nicky van Hilton. Nu met het hoofd. Maarten van Dijk. Nu weer controle. Stef Nijland. Ingekomen Nicky van Hilton. Nicky van Hilton met een schok. Dus lukt. Komt toch weer bij Stef Nijland. Stef. Mooi beweging. Oh, Lars. Daar ben je voor aan. Die zet over de Venus eigenlijk. En de bal weer. Ja, duidelijk overtreding. Heel goed gezien. Hoge verder wel in de richting van Acuna. Hoge ballen zijn heel vaak voor Marco Maasenbos. Kijk uit, Nicky. Er komt Jari Slot aan. En, het is wel zo handig dat hij de bal toch daar te pakken krijgt. Heel goed. Jeren. Kijk uit, DVS. Let op uw zaak. Nicky van Hilton die daar de bal wegroeit. Dat moet niet gebeuren. Daar komt hij. Oh, jongens, bijna. Die had moeten hangen. En een gele kaart. Ja. Prima paas. Goed gezien, Eren. Dat is toch lekker. Kom heel. Trek hem voor. Kan Omar Ghazouani net niet bij. Stef Nijland wel. Stef Nijland. Jammer. Goede redding van de keeper. Die is het spoor en die buis. PVV, ASWH 0-0 gebleven. Einduitslag. Zeer bijzonder. Duidelijk en overklaar. Zo'n heerlijke balbehandeling. Achter de bal. Komt ie. Lars van Wetering. Oeh. Ja. Kan zomaar een voetje tegengezet worden. Prima. Takkie. Maar wel in het verdedigingsvak. Acuna. Stijn Stip. Goed geanticipeerd. Prima werk. En daardoor weet het niet meer zo lang, maar het valt mij enorm mee. Komt hij weer. Verder ingooien. Prooi voor dat soort dingen. Ja, Reiners. Had de verste hoek moeten zijn. En weer zo'n verre ingooi. Ja, toch een prooi voor Salasiva. Salasiva. Schiet tegen Antema.
zijn voorspeler aan. Wijmers. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Ben Moussa, die hem gewoon uit de doelman kopt. Brengen zichzelf in moeilijkheden, de DPS. Ja, goed, even uittrappen. Ben, Julian. Ja, Las. Hopsa. Las van Berken. Wat een vreemde wedstrijd, zijn uur. Zo. En de licht gemasseerd. Romeo. Wat gaat hij doen? Hij geeft hem mee. Ten oh, kan nog net op tijd worden geblokt. De corner. Deze paas komt niet aan, waardoor Harkemaas wordt. Nou, scheidsrechter, wordt het niet langzaam maar zeker een beetje tijd. Zo vreselijk is er niet tijd getrokken. Ja, prachtige redding daar, Harkemaas. Schitterend. Komt ie. Meneer Visser, maak een einde aan deze voetbal.